Burgemeester Liesbeth Spies, het is nu vrijdag 10:15. Hoe heeft Alphen zich in uw ogen de afgelopen dagen door deze coronacrisis heen geslagen? Nou, heel behoorlijk. En een compliment aan iedereen die daar zijn stinkende best voor heeft gedaan. Je ziet dat het onderwijs langzamerhand weer op gang begint te komen. Zowel het onderwijs op de basisscholen als in het voortgezet onderwijs. We hebben met man en macht gewerkt om een loket open te krijgen waar ondernemers uit Alphen aan de Rijn met al hun vragen, met al hun zorgen terecht kunnen. Je ziet op straat dat heel veel mensen zich echt goed houden aan de regels om 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden. En tegelijkertijd is het natuurlijk voor heel veel mensen toch ook nog een tijd van zorgen en van onzekerheid. Ik denk dat iedereen pijn heeft van het hele ingewikkelde besluit wat het kabinet gisteren heeft genomen om in verpleeghuizen en verzorgingshuizen geen bezoekers meer toe te staan. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele schrijnende voorbeelden van hoe ingrijpend de maatregelen zijn die nodig zijn om deze crisis te bestrijden. Wat weet u over het aantal en hoe het met de zieke Alphenaren gaat? Er is gisteren weer een nieuwe besmetting ook geconstateerd. Dat betekent dat we op dit moment 10 mensen waarvan we weten dat ze met het coronavirus besmet zijn in Alphen aan de Rijn hebben wonen. 1 van die 10 is een oudere meneer die in het ziekenhuis is opgenomen, op dit moment ook nog. De rest is aan de beterende hand of maakt het naar omstandigheden goed. Weet u hoe het met die oudere meneer gaat? Hij ligt in het ziekenhuis en dat betekent dat het niet gaat zoals je het graag zou willen. We hopen natuurlijk dat ook bij hem de behandeling aanslaat en dat hij straks weer naar huis toe kan. De scholen. Afgelopen maandag zei u al dat het thuisonderwijs langzaam maar zeker opgestart wordt. Dat is nu inmiddels gebeurd? Dat is volgens mij overal gebeurd. En dat is voor sommige kinderen, zeg ik dan ook maar met een knipoog, toch wel een beetje een tegenvaller. En natuurlijk ook heel raar voor ouders en kinderen die ineens de juf of de meester via de laptop of een beeldscherm de woonkamer in zien komen. Voor het voortgezet onderwijs is het al wat gebruikelijker. Maar ook daar zie je dat leerlingen zich echt aan moeten passen en serieus ook thuis aan het werk moeten. En dat dit echt iets anders is dan vakantie. En het is natuurlijk ook heel fijn dat scholen in ieder geval proberen de eindexamens door te laten gaan. Zodat we in ieder geval wel kunnen proberen te bewerkstelligen dat al die jongeren die dit jaar eindexamen moeten doen, dit jaar ook nog steeds met een diploma af kunnen sluiten. Kinderopvang? Kinderopvang draait wel veel minder natuurlijk, want er zijn toch heel veel ouders en dat is ook precies wat we wat geadviseerd is, heel veel ouders hun kinderen thuis houden. Maar ook hier zie je mooie dingen ontstaan. Een van de kinderopvangorganisaties, CESAF, heeft gezegd dat vanaf volgende week ook ouders die hun kinderen normaal niet daar brengen, hun kinderen daar nu gratis mogen brengen. Onder de voorwaarde dat die ouders, zoals we dat dan noemen, in vitale functies actief zijn. Dus als bijvoorbeeld beide ouders in de zorg werken en ze meer uren moeten draaien of de kinderopvang niet op een andere manier georganiseerd kunnen krijgen, dan mogen die kinderen naar CESAF toe. Nou, wat mij betreft hulde voor al dit soort initiatieven. De gemeente heeft ook met ondernemers gesproken, althans met een vertegenwoordiging van de ondernemers. Daar is een soort van coronaloket onder meer uitgekomen. Wat gaat de gemeente en wat kan de gemeente Alphen doen voor de ondernemers die getroffen zijn? Nou, in de eerste plaats heel hard samenwerken met die ondernemers om getroffen ondernemers. En dat zijn er natuurlijk heel veel. Hè? Kijk naar de Greenport, kijk naar de horeca, maar kijk ook naar de detailhandel, de toeristische branche. Dat doet echt pijn als je ziet hoe dat de omzetten van ondernemers ineens terugvallen naar nul zo ongeveer. En dan moet je ze zo goed mogelijk adviseren, ondersteunen om gebruik te maken van het omvangrijke pakket van maatregelen wat het kabinet inmiddels ter beschikking heeft gesteld. En ze door dat woud heen proberen te leiden om ervoor te zorgen dat ze echt snel gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die er zijn. Daarnaast hebben we als gemeente ook bedacht van nou laten wij ons zoveel mogelijk aansluiten ook bij die maatregelen die het kabinet heeft getroffen en dus ook
ervoor zorgen dat wij de rekeningen die wij binnenkrijgen van ondernemers nog sneller betalen dan anders al het geval is. Maar bijvoorbeeld ook uitstel van de betaling van de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen geven. En ook niet gelijk met aanmaningen gaan staan zwaaien. Dus ook voor wat gemeentelijke belastingen of rekeningen betreft geven wij ondernemers de tijd om die rekeningen te betalen, in ieder geval tot eind mei, in de hoop dat we dan weer in een hele andere wereld leven dan nu het geval is. Heeft u enig zicht erop hoeveel bedrijven in de gemeente Alphen in de problemen zijn gekomen? Nee, die exacte aantallen die kennen we niet. Je ziet ook dat het heel verschillend is, hè. Ik noemde net al een aantal sectoren die zwaar getroffen worden. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar ICT-dienstverleners of de bouwmarkten of de supermarkten, winkels die eten verkopen, daar is het beeld volstrekt tegenovergesteld. Die maken uren zoals ze zich eerder nog niet hadden kunnen voorstellen. Dus daar zit ook heel veel verschil in. Maar ik durf wel te zeggen dat het om misschien wel enkele duizenden ondernemers ook in Alphen aan de Rijn gaat. Inclusief natuurlijk alle ZZP'ers die zwaar getroffen lijken te worden. Ik heb ook begrepen dat de gemeente als het gaat om Rijn-Wiekers vanaf maandag een stapje terug doet. Dat klopt. Bij Rijn-Wiekers werken mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Die werken bij Rijn-Wiekers in een beschutte omgeving, zoals dat dan heet. En we merken dat die collega's erg ongerust zijn over wat er op dit moment allemaal gebeurt. En dat sommigen ook spontaan al thuis blijven. Dus we bouwen de productie daar geleidelijk af. En tegelijkertijd weten we ook dat een aantal mensen heel veel houvast heeft in het werk wat ze bij Rijn-Wiekers doen. En voor die mensen blijft er ook een vorm van opvang beschikbaar. Maar er wordt echt van persoon tot persoon gekeken wat ook het beste is voor deze collega's die bij Rijn-Wiekers werken. Wie ook een beroep heeft gedaan op de gemeente is de Voedselbank, omdat de Voedselbank sluit na deze week. Heeft gevraagd om een budget ter beschikking te stellen voor hun klanten. Daar gaat de gemeente al vervolgens nog niet in mee. Waarom niet? Wat we proberen is om in goed overleg met de Voedselbank in ieder geval het voedsel nog steeds te krijgen bij die mensen die gebruik maken van de Voedselbank. En waar we als gemeente aan denken is van kunnen we niet beter dan ook voedselpakketten door supermarkten of in die richting samen laten stellen. Zodanig dat we ook zeker weten dat mensen niet een financiële compensatie krijgen, maar een compensatie in de vorm van eten. En dat is natuurlijk wat de Voedselbank verstrekt. En eigenlijk willen wij in natura de bijdrage gaan leveren die de Voedselbank anders gedaan zou hebben. En gaat dat al lukken vanaf aankomende week? Wij zijn er vast van overtuigd dat dat gaat lukken. We zijn daarover in goed contact met de Voedselbank, maar ook met een aantal ondernemers in Alphen aan de Rijn. En ik denk dat mensen die klant zijn bij de Voedselbank zich geen zorgen hoeven te maken dat ze volgende week donderdag, want dat is de vaste uitdeeldag, iets tekort gaan komen. Morgen is het zaterdag, markt in Alphen en Boskoop. Ja, en dat is best spannend, want je ziet op heel veel plekken in Nederland dat de markten niet door mogen gaan. Wij proberen zo lang mogelijk ook die markten in stand te houden voor de marktkoopmensen die daar hun waren proberen te verkopen. Maar ook voor heel veel mensen in Boskoop en in Alphen aan de Rijn die daar graag gebruik van maken. Maar het is wel spannend, want we willen natuurlijk niet te veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek en we willen ook dat mensen die anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen. Dus alsjeblieft, laten we met elkaar ervoor zorgen dat die markt ook volgende week zaterdag nog weer door kan gaan. Maar hou je dan wel aan de spelregels. Er staan borden, houd afstand, er kan niks gegeten worden op de markt zelf. Maar het is dus ook in de handen van de bezoekers van de markt of dat er volgende week zaterdag ook nog weer de markten in Boskoop en in Alphen aan de Rijn door kunnen gaan. Dus als we met elkaar ons best doen, dan lukt het ook volgende week. Als er echt te veel mensen tegelijk komen die te weinig afstand ten opzichte van elkaar houden, ja, dan hebben we bijna geen andere keus dan volgende week de markt ofwel veel kleiner laten zijn of überhaupt niet door te laten gaan. En dat zou ook mij als trouwe bezoeker van de zaterdagmarkt echt aan mijn hart gaan. Toch, ondanks al die extra maatregelen en die oproep die u doet met betrekking tot de markt, bent u daarin nog wel een stukje relaxer dan bijvoorbeeld uw collega in Leiden?
met wie u notabene samen het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio vormt. Want daar gaan de markten gewoon niet door. De zaterdagmarkt gaat daar morgen niet door. En dat is mede gebaseerd op een ervaring die ze daar dinsdag een hele kleine markt hebben opgedaan. Waarin eens echt honderden mensen op afkwamen. De collega in Leiden ziet niet de ruimte die ik in Alphen aan de Rijn nog wel zie. We hebben ook met elkaar afgesproken dat we elkaar daarin wat keuzevrijheid gunnen. Net als de collega's uit Gouda, uit de Krimpenerwaard, uit Nieuwkoop, op heel veel andere plekken, proberen we afhankelijk van de lokale omstandigheden zoveel mogelijk maatwerk toe te passen. En dat betekent dat ik met de oproep die echt serieus is aan iedereen die morgen naar de markt toe wil proberen om de markt in Alphen aan de Rijn en in Boskoop in stand te houden. Maar we moeten wel ons dan houden aan de afspraken en kijken of dat het volgende week nog steeds kan. Evenementen, de afgelastingen die blijven maar binnenkomen. Het Koningsdag Festival bijvoorbeeld in Park Rijnstroom, Parkkunst gaan niet door. Samenloop voor Hoop is afgelast. Heeft u al enig zicht op wat het gaat betekenen bijvoorbeeld voor de andere Koningsdag festiviteiten? Voor 4, 5 mei, het zomerspektakel aan het meer dat eraan zit te komen. Ja, dat is natuurlijk echt fingers crossed houden dat we vanaf 6 april toch weer langzaam het normale leven op kunnen gaan pakken. Ja, wat denkt u zelf? Voorlopig weten we niks beter dan tot en met 6 april in ieder geval. Je ziet dat heel veel organisatiecomité's in de problemen komen omdat ze voorbereidingstijd gaan missen. En om die reden ook evenementen nu al worden afgelast. Dat is natuurlijk hartstikke spijtig en dat doet iedereen ook echt pijn in het hart dat ze niet kunnen laten zien en geen feest kunnen organiseren zoals ze dat heel graag hadden gewild. In alle eerlijkheid denk ik, en dat hoor je natuurlijk ook al van het 4 en 5 mei comité, dat men op zoek gaat naar een soberder viering dan we van plan waren. Ik denk ook dat het goed is dat we daar landelijk zoveel mogelijk in samen optrekken. Dus wij wachten ook in Alphen aan de Rijn nog even af wat de richtlijnen worden van het 4 en 5 mei comité, van de Oranje Verenigingen. En we zijn nu al met al die organiserende comité's in overleg om te kijken hoe dat we dat ook in Alphen aan de Rijn zo goed mogelijk handen en voeten kunnen blijven geven. Om er daar dan eentje van uit te pikken, de herdenking op 4 mei om 8 uur 's avonds. Moet je dan denken aan een herdenking zonder publiek bijvoorbeeld, die dan live uitgezonden wordt op televisie, waar men dan met z'n allen naar gaat kijken? Dat zou een vorm kunnen zijn en ik reken dan ook weer op Studio Alphen om in dat geval de herdenking ook live uit te zenden. Maar je ziet ook dat collega Jan van Zanen in Utrecht bij de herdenking van dat tramincident afgelopen week ook een vorm heeft gevonden waarin hij met een videoboodschap nabestaanden toespreekt. Dus er zijn allerlei varianten denkbaar. En dat we op 4 mei ook stil zullen staan bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd werden, dat staat als een paal boven water. En ik denk dat dat uiteindelijk ook het belangrijkste is. We staan stil met elkaar bij 75 jaar vrijheid en de vorm waarin, ja, daar moeten we nog eventjes met elkaar de goede afweging in maken. U stipte net de burgemeester van Zanen aan in Utrecht, 9 april in Alphen. Ook daarvoor geldt dat we elkaar natuurlijk op een andere manier moeten ontmoeten dan tot op heden het geval is geweest. Dus ook daar zullen we met de mensen die toch behoefte hebben om stil te staan bij datgene wat er op 9 april is gebeurd, een vorm voor moeten proberen te vinden. Maar ook de groep daar laat zich wat makkelijker regelen, om het maar even zo te zeggen, op basis van de adviezen die er zijn. Daar is het niet zo ingewikkeld om afstand te houden en toch ook, als je dat zou willen, gedurende die dag bloemen te leggen bij het herdenkingsmonument of om daar even stil te zijn. Tot slot, u heeft een tweetal brieven geschreven. Eentje samen met de fractievoorzitters aan alle inwoners van de gemeente Alphen. Eentje met de kinderburgemeester aan alle kinderen van de gemeente Alphen. De strekking van de brief, of van de brieven moet ik eigenlijk zeggen, want het waren er twee.
Nou, de fractievoorzitters en ik zijn afgelopen dinsdagavond deels digitaal, deels fysiek bij elkaar geweest. We hebben toen in de eerste plaats ook onze steun aan alle mensen in de zorg uitgesproken door collectief voor hen ook te applaudisseren. Maar de fractievoorzitters en ik waren natuurlijk ook op zoek naar een manier waarop we onze betrokkenheid bij alle inwoners van onze gemeente tot uitdrukking konden brengen. En daarom de brief waarin we mensen oproepen om zich te houden aan alle adviezen die er zijn. Onze waardering uit te spreken voor iedereen die echt zijn stinkende best doet. Maar mensen ook een beetje aan te moedigen om dat vooral vol te houden. En te laten weten dat we betrokken zijn bij iedereen die op dit moment onder moeilijke omstandigheden aan het werk is of thuis zit. Want het gaat echt geen deur voorbij. En de fractievoorzitters hadden echt ook de wens om ook hun betrokkenheid op deze manier bij al die inwoners tot uitdrukking te brengen. En met onze kinderburgemeester, ja, die was natuurlijk heel teleurgesteld dat de boomfeestdag niet doorging afgelopen woensdag. Die was ook op zoek naar een manier van hoe kan ik nou samen met jou toch iets laten weten. Dus we hebben bedacht van nou laten we dan in een wat andere taal alle kinderen in Alphen aan de Rijn ook een hart onder de riem steken. En ook met hen proberen de moed er een beetje in te houden.